scout aan DMU. Zonnehoek is afwezig. Uit, denk ik. De drie, jullie zien ze weer. Plus Bubbe. Die leiders zijn al goed. Richting het zuiden, ga je lekker. Daar is het kleed, Jan. Stel je eens, stop het even. Jan, Jan. Jan. Hier. Oké, en nu moet je gordel los. Voorkant eruit. Lekker, Jan. 23 graden. Lars, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag bij de windtunnel, bij DNW. En we zijn hier de auto aan het doormeten om te kijken of wat we uiteindelijk hebben gebouwd ook een beetje is wat we hebben bedacht. En ja, dit is de tweede dag dat we hier zijn al. En we zijn op dit moment druk bezig met de auto opnieuw aan het configureren om de volgende meting te kunnen doen. Oké, en hoe gaat het tot nu toe? Ja, gaat goed. We hebben wel wat tijdsdruk natuurlijk, maar vooral het configureren van de auto duurt gewoon de hele tijd een beetje lang. Maar dat komt wel goed. Er zijn nu vijf de jongens druk in de windtunnel bezig om alle tapejes weer te gaan plakken en ja, dan kunnen we zo weer door. En waarom is vandaag zo'n belangrijke dag voor ons? Je wil en weten wat je uiteindelijk hebt gebouwd of het een beetje overeenkomt met wat je wilde. En vooral voor de luchtweerstand van de auto is het gewoon heel interessant om te weten wat uiteindelijk is gebeurd. Omdat het super belangrijk is voor je uitgave van energie natuurlijk. En het geeft ons ook weer nieuwe inzichten om te kijken of wat dingen in de toekomst wel of niet moeten gaan doen. En of we daar uiteindelijk meer in kunnen gaan winnen. En hoe ziet het eruit? Nou ja, goed. Maak er maar een plaatje van. Ja, dat gaan we doen. Wat gaan we doen? We gaan roken. In de windtunnel. Ja, is dat zo? Wat zijn de We gaan met dit apparaat gaan we rookpluimen maken om te kijken hoe de lucht over de auto stroomt. Nice. Jeroen, wat doen we hier? Nou, we staan hier op de combaan zoals je kunt zien. En we zijn hier met Redshift aan het testen. En we testen onze auto op efficiëntie en op betrouwbaarheid. En dat doen we door onder andere uitroltests en constant vermogentests te doen. En daarnaast maken we ook gewoon heel veel kilometers hier op de combaan. Wat een goede training is voor onze coureurs en voor de auto. En wat is de uitroltest? Bij de uitroltest beginnen we ongeveer met 110 km per uur. En dan gaan we vervolgens uitrollen tot de lagere snelheid. En aan de hand van de vertraging die we meten, kunnen we de weerstandskracht op de auto bepalen. En daarmee hebben we nodig het vermogen om te rijden. En de constante vermogentest? Ja, dat doen we eigenlijk hetzelfde. Alleen daar staat ook de motor aan. Dus dan meten we gewoon wat voor vermogen nodig is om op een bepaalde snelheid te kunnen rijden. En dat doen we bij verschillende snelheden. Oké, dankjewel.